Wij gaan het hebben over een van jullie kerntaken de komende weken, maanden en jaren. En daar gaan we jullie willen in ondersteunen. Hè, dat jullie aan de slag kunnen gaan in actief deelnemen aan gesprekken en vergaderingen. En dat ook op een heel assertieve manier te doen. Nu, we vertrekken vanuit het materiaal dat in de vorige webinars naar boven gekomen is rond de verwachtingen. Hè. Ik herinner de eerste webinar van Steve, dat jullie dat zelf hebben aangehaald van ja, collega's komen met tal van verwachtingen, dat je antwoorden hebt op hun vragen, dat je hen informeert, dat je hun voor hun belangen gaat opkomen, de problemen gaat aankaarten, problemen die zijn aankaarten, dat je die gaat aankaarten ook in de overlegorganen, zodanig dat je werkgever gaat overtuigen om een heel goed beleid te voeren. En wat we ook hadden al meegenomen, is het webinar 1, dat jullie teamwork nodig hebben. Dat je niet alleen kunt, dat je best daar een samenwerking gaat doen. Maar we leggen toch wel de focus op jezelf. Wat kan ik nu zelf doen? Welke stappen zou ik moeten nemen? En die stap moet er zelfs een sprong van maken. Je gaat een sprong moeten maken van de linkerbokaal naar van de rechterbokaal naar de linkerbokaal. De rechterbokaal zijn de vissen die zo zeggen van een ander zal het wel doen. Ik heb niet meegedaan aan de sociale verkiezingen. Dat is voor een ander en ik heb er iemand voor aangeduid. En jij bent die vis die die sprong wel gaat maken. Jij gaat dingen doen vanaf morgen. Dingen doen, dat is natuurlijk al heel veel, vooral van de verwachtingen. Je gaat heel veel moeten doen. Maar gaan er eens twee uitpikken die je wel heel veel gaat moeten doen de komende weken en maanden en jaar. Punt 1, de eerste pijler daarvan, is gaan spreken gevoeren met je collega's. Er zijn momenten dat je veel in gesprek moet gaan met je collega's om te weten wat hun problemen zijn, om te weten wat er allemaal op de werkvloer leeft, op zoek gaan van wat zijn nu juist die oorzaken, of om informatie te gaan geven. Anderzijds, met al het materiaal, alle problemen die ze bij u hebben aangekaart, de verwachtingen zijn dat jij dat gaat aanpakken, dus dat wil zeggen dat jij dat gaat aankaarten in militante vergaderingen, in de overlegorganen, ondernemingsraadcomité of via de syndicaal delegaties. Dus die twee zijn twee belangrijke kerntaken die voor jullie zijn weggelegd, die jullie gaan moeten doen, waar je de sprong gaan moet maken ook. Voordat we die eens gaan bekijken, want we gaan een tal van tips meegeven in deze webinar, gaan we eerst ons aan jullie vragen van, hier klopt iets niet, ik kan hier even zeggen, ik moet teruggaan. We gaan eerst eens moeten luisteren naar een interview dat we gedaan hebben met twee ervaren delegees. Twee delegees die al serieus wat kilometers op hun teller hebben staan, die tal van gesprekken hebben al gevoerd met collega's en die er ook wel sterker in geworden zijn en die ook heel veel vergaderingen hebben bijgewoond. En we gaan eens een keer luisteren wat hun ervaring was, zo die allereerste gesprekken gaan voeren met die collega's, die allereerste vergadering gaan bijwonen, hoe dat zij de ervaren hebben. We gaan eens een keer luisteren naar Tim en Kenneth. Mijn eerste ervaringen bij collega's waren eigenlijk minder goed. Ik ben namelijk begonnen als jongere. En in het begin kreeg ik nogal vaak de opmerking van die is hier nog maar 2 jaar in de fabriek, die is hier al delegé. Hoe gaat iemand van 20 jaar, hoe gaat die mij kunnen helpen om mij te verdedigen bij mijn baas enzovoort. Dus zoals in het begin was dat wel wat moeilijk. Maar wat ik daar vooral van meegenomen heb, is dat je niet mocht laten ontmoedigen. En dat je moet blijven voortdoen, dat je moet blijven passeren bij de mensen elke dag. Dat je moet luisteren naar wat hun problemen zijn. En op den duur gaan ze wel vertrouwen of gaan ze wel zien als iemand die goede informatie geeft en die er is voor hun. Dus wat er ook gebeurt in je eerste jaar, als je rondgaat, als je bij de mensen praat, gaan er dingen gebeuren die moeilijk gaan liggen of gaan er zaken zijn die je zegt van oké, dat was wel minder, laat je daar zeker niet door ontmoedigen. Doe gewoon verder en je gaat zien wat allemaal vanzelf gaat. De eerste gesprekken die ik voerde met mijn collega's, ze waren nogal, ik word nogal een beetje zenuwachtig zo. Maar ik heb wel voor mezelf ook de tijd genomen om daarin te groeien. En de tijd genomen om
actief deel te nemen aan de vorming. En zij hebben mij er eigenlijk wel voor klaargestoomd voor het grote werk. Hè. Dus de eerste maal dat ik dus deelnam aan de sociale verkiezing was in 2008, was ook bij de jongeren. En op dat moment krijg je ook wel die tijd om erin te groeien. En achteraf rolde daar eigenlijk automatisch in. En je voelt je ook zelfzekerder naarmate dat je meer vorming volgt en naarmate dat je meer die gesprekken, dat je daar meer ondersteuning in krijgt. Dus mijn allereerste ondernemingsraad was ik vrij zenuwachtig, omdat ik ook meteen ook plaatsvervangend secretaris was. Dus dan ook voor de eerste keer het verslag moest schrijven na de vergadering. Maar mijn zenuwen werden al gauw veel getemperd door de ervaren mensen die naast mij zaten. En ik kon er heel veel beroep op doen. Zij hebben ook dus mee notities genomen die ik achteraf ook kon gebruiken om het verslag op te maken. Dus jij weet ook vooral dat je ook in je eerste vergadering dat je er niet alleen voor staat. Hè, dat je kan beroep doen op je ervaren collega's. Mijn eerste ervaringen bij een vergadering, bij een ondernemingsraad bijvoorbeeld, heb ik eigenlijk in het begin een hele goede raad gekregen, die ik dan ook graag met jullie zou willen delen. Dat was van mijn meer ervarene collega's, die zeiden tegen mij van, doe dat rustig aan, kom in die vergadering. Niemand verwacht ook van u dat jij potten gaat breken in je eerste vergadering of je tweede vergadering. Komt daarbij en leert veel. Neemt nota, luistert wat er gezegd wordt, kijkt wat er aan toe gaat. Pikt dingen op van uw collega's, kijkt hoe ze reageren, hoe dat ze discussiëren, op welke manier dat ze dat doen. En dat gaat eigenlijk, in het begin gaat dat het belangrijkste zijn. Gewoon kijken, luisteren, bijleren. En wil je echt uw collega's helpen, neem dan nota. Zorg ook dat je dat bijhoudt. Dan kunnen ze bijstaan in de vergaderingen, door hem bijvoorbeeld te wijzen op iets wat de directie gezegd heeft. Of zelfs na de vergadering bij de nabespreking of bij het opstellen van het rapport, ga je hem ook kunnen wijzen op die dingen. En dat gaat belangrijk zijn voor u. Dus rond actief luisteren wil ik eigenlijk wel het volgende meedelen. Is dat eigenlijk dat je moet beginnen met je bereikbaar op te staan. Zorgen dat de mensen tot bij u willen komen of durven komen om een verhaal te brengen. En dan moet je in de eerste plaats luisteren. Hè. Luisteren naar de mens zijn bezorgdheden, luisteren naar de mens zijn probleem. En als je goed geluisterd hebt en je voelt dat het gesprek een beetje aan het stilvallen is, dan is het uw moment om eigenlijk door te vragen. Hè. Zorg dat je over alle informatie beschikt, hè, want de mensen hebben niet het volledige verhaal, hè, het hoe, weten van het hoe, waarom, wanneer. Hè. Dus doorvragen met die persoon dat je het volledige verhaal hebt. En dan pas, een keer dat je eigenlijk het volledige informatiepakket hebt, dan daar een besluitvorming rond vormen. En niet te snel gaan oordelen, zolang dat je niet over alle informatie beschikt. En dan moet je jezelf afvragen wat je daar kan mee doen. Hè? Op welke vergadering, op welk orgaan, overlegorgaan dat je dat moet brengen. Hè? Maar ook wat de gevolgen kunnen zijn als je zoiets brengt. Hè? Want dat was iemand zijn probleem. Hè? Dat kan een oplossing zijn die grote gevolgen heeft voor de andere collega's. Hè? Dus hoe nadenken van, hè, als ik dat punt breng, wat kunnen de gevolgen daarvan zijn? Breng ik daardoor niet andere mensen in de problemen? Hè? Want je moet altijd zorgen dat je het collectieve niet in gevaar brengt voor een individueel dossier. Hè. Dus dat is wel heel belangrijk dat je dat doet, aan de gevolgen denken. En zorgen dat je een punt aanbrengt dat genoeg draagvlak is. Hè. En dat is niet dikwijls één persoon zijn mening. Dat is daarom niet de mening van de collega's. Hè. Dus daar moet je ook heel goed mee opletten als je een punt aanbrengt op een vergadering. En dat er voldoende draagvlak is. Een van de belangrijkste zaken waarin dat je op de vloer zeker en vast moet oppassen, is dat je zeer goed moet kunnen luisteren naar je collega's. En in het begin ligt dat eigenlijk nogal moeilijk, omdat je een vertrouwensbad moet krijgen met je collega's. En dat komt namelijk niet vanzelf. En daarna, op het moment dat je dat gehad hebt, een goede tip dat ik je kan geven is elke dag informatie geven. Er is elke dag wel iets. En als je collega's ziet, gewoon die informatie delen, uitleggen wat er gaande is. En om duur gaan ze weten en gaan ze je zien als iemand die goede en betrouwbare informatie geeft. En dan, als ze komen met problemen of met zaken op het werk die niet oké zijn, dan op dat moment moet je de tijd nemen en attentief zijn en luisteren naar wat de mensen zeggen. Want vaak zijn er een aantal onderliggende problemen. En die zijn heel belangrijk voor ons om op te lossen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. En dat zijn vragen, dat zijn dingen waar dat je echt mee kunt scoren bij de mensen.
Iets waar je ook op gaat moeten letten op lange termijn, is op het moment dat er mensen zijn die problemen gaan krijgen op de werkvloer, conflicten gaan krijgen bijvoorbeeld, of die situaties verzeild geraken waarin dat ze op een bepaald moment bij hun chef gaan geroepen worden en waarbij dat ze eventueel gaan bekeken worden voor een sanctie te geven of iets in die aard. En daar ga je namelijk zeer sterk moeten staan naar de leidinggevende toe om ervoor te zorgen dat je die collega goed gaat kunnen helpen. En daarbij, nog eens herhalen, moeten we weer zeer goed en zeer actief luisteren naar wat de persoon zelf te zeggen heeft. Elk verhaal heeft twee kanten. En die werkgever die kan op een bepaalde manier wel bekeken hebben wat die persoon doet, maar die persoon zelf die heeft ook zijn visie erop en wat er daar gebeurd is. En dan ga je moeten luisteren naar de beide kanten, goed luisteren naar wat de persoon de werkvloer zegt. En die argumenten ga je kunnen gebruiken, ga je moeten gebruiken, om ervoor te zorgen om voor die persoon een positief einde te krijgen aan het gesprek. Assertief deelnemen aan een vergadering doe je volgens mij door je goed voor te bereiden en ook de voorvergadering die er vooraf gaat, goed de taakverdeling te doen met de collega's. Wat zijn mijn taken, wat zijn die taken, welk agendapunt brengt wie aan. Hè? En daarvoor geef ik eigenlijk de tip, kies een agendapunt waar je goed van op de hoogte bent, hè? Iets met betrekking tot je eigen afdeling of je eigen ploegsysteem, waardoor dat je goed kan, invallen, hè, en dat je goed de achtergrond kent van de situatie. En dat doe je dus vooraf af te spreken in de voorvergadering, want kijk, ik zal dat punt op mij nemen, ik zal dat punt op mij nemen. En als je het ergens vastloopt, zullen je ervaren collega's wel je wel daarin ondersteunen. Maar ik denk wel dat het goed is voor het vertrouwen als je wilt assertief deelnemen aan iets, dat je er goed van op de hoogte zit en dat je er voldoende kennis van hebt. En je gaat wel zien, naarmate dat de vergaderingen op elkaar volgen, hoe langer dat je in het systeem meedraait, dat je ook wel meer dossierkennis zal hebben van ook van andere zaken, waardoor dat je vertrouwen enkel maar zal toenemen in beide. Nu hebben we al van Tim en Kenneth gehoord wat hun ervaringen waren tijdens hun eerste ervaringen met het voeren van gesprekken met collega's en met vergaderingen bij te wonen. En we hebben met hen al gehoord van dat dat niet altijd zo evident is. Dat is ook een leerproces als ware dat je gaat moeten doormaken ook. En we hebben dat ook in een poll gegoten. Die eerste ervaringen van Tim en Kenneth, zijn die ook herkenbaar voor jullie? Nu hebben we er hier vier antwoorden al voor jullie klaargezet. En je mag daar 1, 2, 3, zelfs 4 antwoorden geven. Waar je voelt van, die zijn voor mij wel heel herkenbaar. Die kan je aanduiden in de poll daar aan uw rechterkant. Daar is de rechterkant voor jullie natuurlijk. Antwoord 1 is bijvoorbeeld, ik ben jong en nieuw voor die verantwoordelijkheid. De collega's denken van, ja, ga jij dat wel kunnen? En ze stellen dat in vraag. Je bent soms zenuwachtig in gesprekken, wat ook wel misschien wel eens kan zijn. Ik heb soms onvoldoende informatie voor mij aan de slag te gaan. En ik ben wel iemand, ja, ik ga liever steun zoeken bij mijn ervaren delegees. Dus begint jullie al zeker eens te antwoorden. En ik stel mijn vraag aan Steve. Steve is nog altijd bij ons. Van wat zijn ervaringen daarbij waren? Goh, als ik even mag terugblikken, collega, in het begin van mijn syndicale engagement, zal ik het zo maar noemen. Ik herinner me nog, de eerste keer dat ik als jonge kerel naar zo'n militantenvergadering moest. En ik kan u wel vertellen, als ik die poll nu moet invullen op dat moment, in hun plaats, dan was dat voor mij, ik zou die alle vier invullen. Omdat ik zoiets had van, ja, ik kom hier in een groep met mensen die al jaren syndicaal actief zijn, dus ga ik daar wel durven spreken, ik heb niet de ervaring, welke verantwoordelijkheid moet ik op zich nemen. En dan, ja, dat was toch wel een rare stap in het ongewisse en ik wist niet goed van hoe werkt het allemaal. Maar dat was wel dus ik zou, als ik nu die poll moest invullen, zou ik gewoon zeggen van ik geef alle vier antwoorden. Natuurlijk, als ik dan verder kijk, na de militantenvergadering heb ik het geluk gehad met de verkiezingen van 2000 om verkozen te worden. En dat was die stap er opnieuw. Want dan kwam ik niet tussen mijn collega's met de rode polo in een meeting te zitten met de militanten. Maar dan moest ik naar de vergadering gaan waar de mensen aan de overkant zaten met een maatpak. En dat was weer een drempel natuurlijk. Dus ja, het is een beetje, voor mij was het toch wel ook een bepaalde spanning en ook niet goed weten van waaraan en waaraf. Dus allez, als ik
en de collega's die achter een pc zitten nu de antwoorden moest geven, zou ik gewoon alle vier zeggen. Wel, we gaan samen eens kijken welke antwoorden van de deelnemers komen. Ze lopen mooi binnen in elk geval. Ja, ja. Ze staan nog altijd open, dus je kunt altijd wel antwoorden. Doe dat gerust. De meerderheid antwoordt hier van, hey, ik zoek steun bij de ervaren delegees. Heel duidelijk gehoord bij het team bijvoorbeeld. Hey, hoe belangrijk dat ook wel is. Hey. Dat zoek je natuurlijk wel een beetje open, wel blootstellen. Van, hey, ik kan iets niet en ik kan steun zoeken bij een ander. Maar dat is wel heel belangrijk. Want als je dat niet natuurlijk doet, dan blijf je in die onzekerheid. Mm-hmm. Niet goed weten, wat moet ik hier nu doen, feitelijk. Ja. Dus dat is zeker niet de juiste stap. En we merken ook, hey, de drie anderen, onvoldoende informatie. Het is allemaal nieuw voor mij, die verantwoordelijkheid. En dat je soms nog wel zenuwachtig in de gesprekken bent. Hey, dat die ook wel duidelijk naar voren komen. Wat ook wel opvalt, is dat ze allemaal dicht bij elkaar liggen. Hè? Zeker die, ja, die laatste drie. Nu, die poll is toch afgesloten. Hè? Dus, ik vind wel van... Ik zei voor mezelf, van als ik dat moest invullen als nieuwe militant, zou ik zelf hier kiezen. Hè? Natuurlijk, de eerste stap zetten is niet gemakkelijk. We hebben dat allemaal ervaren. En ik snap ook dat dat voor hun wel een beetje de drempel is. Maar de eerste stap zetten is niet gemakkelijk. Maar ik zou gewoon zeggen, doe het. Hè? Zet die eerste stap. Doe gewoon je ding als metallo. Hè? Je bent een metallo, dus iemand die gedreven is, waarvan het bloed goed door de aderen loopt. Dus een beetje stress mag, maar er vooral voor gaan, kameraden. Ja. Dus dat betekent voor die stap te zetten, zoals Steve zei, hebben we dingen nodig. We gaan dingen moeten doen. Wat kan dat dan allemaal zijn? Bijvoorbeeld, we hebben enkele opgeleist. Vertrouwen in jezelf. Dat is wel heel belangrijk. Je gaat je natuurlijk wel eens een keer moeten oppompen en zeggen van, ik twijfel een beetje wel aan mijn eigen om mijn kunnen, maar je moet erin geloven. Zult gevallen? Ja, absoluut. Zelfs een delegé die al 20 jaren meedraait, die zal ook nog eens een keer vallen. Maar het belangrijkste is wel van dat je terug opstaat. Opstaan betekent leerpunten nemen uit je vallen en verder gaan. Of als het ware, ik loop een keer tegen het muur en iedereen zal eens tegen het muurtje lopen. Doe een stap achteruit. Bekijk eens goed van wat is hier gebeurd. Stap je opzij en ga voorbij die muur. Dat is al een heel belangrijke. Moet je een beetje durf hebben? Ja, we hebben het gehoord van Steven. Absoluut. En soms nog wel veel lef ook. En dan niks aantrekken wel van dat het een keer verkeerd zal gaan. Je moet daar zeker en vast geen schrik voor hebben. Iedereen moet leren. Iedereen moet constant zelfs leren. Veel goesting. En dat nog graag doen ook. Ja, je gaat wel eens dingen moeten doen die je niet zo graag doet. Maar uw goesting, uw drive aankweken is wel een hele belangrijke. Waarom? Ah, ga gewoon naar het tegenovergestelde gaan kijken. Iets dat je totaal niet graag doet. Ja, dat gaat ook niet lang volhouden. Er gaat een moment komen, en dat ligt soms wel veel dichterbij dan je denkt, dat je zegt van, ik ga terug naar de rechterbokaal. De rechterbokaal met de vissen die zeggen van, een ander zal het wel doen. Maar, allez, daar zijn we geen militanten voor het ABV metaal van. Kennis en vaardigheden? Ja, tuurlijk, absoluut. Hè. Maar daar plaats ik bijvoorbeeld het voorbeeld bij van, iedereen herinnert zich nog, die een rijbewijs heeft om met een auto te rijden. En dat op een gegeven moment besliste van, ik zou toch ook een rijbewijs willen hebben. Je gaat naar de rijschool, je neemt een examen af, iemand komt daarmee een document. Voilà, je bent geslaagd. Maar ben je dan een volleerde chauffeur? Ah nee, dat gaat pas door je ervaringen zijn van in het verkeer te gaan rondrijden. En wel, voor een militant zijn of een delegé zijn, is dat net hetzelfde. Je zal je constant wel kennis en vaardigheden gaan bijleren, maar moet er ook altijd voor open voor staan om te blijven bijleren. En zo gaat je kennis en vaardigheden constant maar opbouwen. En hoe beter dat je erin slaagt, hoe meer dat een overkant van de tafel, van de onderhandelingstafel, of over het doorligger gaan, of je collega's wel gaan aanvoelen van, hola, we hebben hier een delegé of een militant voor ons, die wel dat serieus meent. En die ook al wel de klappen van de zweep kent. Ondersteuning van ervaring van anderen, hebben we er straks al aangehaald, staat er altijd open voor. Gaat er zelfs op zoek naar. Vraagt aan delegees meer ervaring van hoe heb jij dat aangepakt? Welke ervaring heb jij er al bij? Dat is altijd meerwaarde, dat is altijd winst voor jezelf. En de laatste, we hebben die nog iets in het vet gedrukt, is eigen succeservaringen. Eigen succeservaringen die je gewoon ondersteunen in je motivatie.
Klopt dat, Steve? Ja, inderdaad. Allee, als ik even mag terugkomen op die succeservaring, Adrie. Eigenlijk hebben we het net aangehaald in uw eigen slide. De derde regel was goesting hebben. Honger hebben, goesting hebben en zeggen van kom op, ik wil vooruit. Ik wil iets betekenen. En dat zorgt ervoor, als je iets betekend hebt, als je je doel hebt bereikt, en dan kom ik even een flashback terug naar mijn webinars. De webinar 1 van Teamwork, dat was ook zoiets van, als je je doel bereikt, dat zorgt voor motivering. Dat zorgt voor goesting, zorgt ervoor, je kan stappen vooruit zetten, ik ga iets bereiken. En dat is een succes. Mijn succes wordt bouwd, ik krijg daar net nog een boost van. En eigenlijk kunnen we die seksuele ervaring een beetje bekijken als een batterij. Je kunt eigenlijk naar je eigen kijken en je zegt van oké, ik ben een batterij. Maar hoe meer succes dat ik behaal, hoe meer dat mijn batterij eigenlijk oplaadt. Dus eigenlijk, succeservaring is eigenlijk ja, een batterijoplader. Dus ik zou eigenlijk zo het mooie in een metafoor kunnen steken. Succes heeft te maken met een batterij die oplaadt en als die opgeladen is, er terug tegenaan en volle goesting vooruit. Oké, dan gaan we met z'n allen op zoek naar die batterijen. Wat nog belangrijk is voor bij succeservaringen. We hebben de neiging om als militante delegé zoiets te hebben van ja, we zijn verkozenen, we hebben een mandaat, we hebben verantwoordelijkheid. Mensen hebben, collega's hebben verwachtingen naar ons. En al wat we doen, en zeker waar we in slagen, vinden we niet meer als normaal. We vinden dat vanzelfsprekend. En toch wil ik hier een tip meegeven van, sta daarbij stil. Sta stil bij je succeservaringen. En waarom is dat? Net zoals Steve zei van de batterijlader, het gaat u in de toekomst ook helpen. Het gaat u motiveren om uw succeservaring te herhalen. En dan hoef je maar gewoon 3 vragen aan uzelf stellen. Dus je hebt een succeservaring meegemaakt, je hebt dit kunnen bekomen bij de werkgever, je hebt iemand kunnen helpen, bijvoorbeeld iemand die een dag verlof was geweigerd, je bent gaan praten met zijn chef, dat is toch in orde gekomen. Sta dan even stil van, wat heb je nu gedaan? Op welke manier heb je dat gedaan en wat heeft dat opgeleverd? Door gewoon die 3 eenvoudige vragen u te stellen, gaat je die succeservaring meenemen naar de toekomst. En gaat je dat in de toekomst u ook kunnen helpen. Nu kun ik wel zeggen van, ja, met kleine succeservaringen is dat wel eenvoudig. Maar wat met grote succeservaringen, grote dingen die je wilt realiseren. Daar geef ik gerust wel mee van, let daar mee op. Want als je alleen maar gaat focussen van ik moet grote dingen kunnen verwezenlijken als militant en delegé, dan gaat er veel tegen muren lopen. Veel grote, hoge en dikke muren. Dus is misschien wel beter wel van je moet een doel hebben. En het doel zal die grote dingen wel zijn. Maar probeer je doel te bereiken met stapjes. Probeer kleine succeservaringen op te zoeken, die kleine succeservaringen richting dat grote doel. Ga nu motiveren. En ga ervoor zorgen van, hier heb ik een leerproces, ik heb iets meegemaakt en kan in de toekomst dat nog kunnen herhalen. En dat gaat mij nog succeservaringen geven. En dat gaat mij helpen om een doel te bereiken. Ook wat je van de webinar van de Teamwork al mee hebt, is van, deel die op. Als je weet van, ik moet meerdere stappen nemen voor een groot doel, ga dan ook eens kijken, wat moet er allemaal juist gebeuren in die verschillende stappen. En deel die op. Dat heeft gewoon al te maken met van, waar ben ik sterk in? Wat kan ik heel goed? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zijn mijn competenties? Ik ben sterk in bijvoorbeeld in een gesprek gaan voeren, in een een-aan-een gesprek. En ik kan een chef overtuigen of ik kan mijn werkgever overtuigen. Dan voer jij dat uit. Maar als jij bijvoorbeeld niet de persoon zijn die dat ook kan communiceren aan een grote groep, dan moet een heel afdeling van 100 werknemers een toelichting worden gegeven, voilà, dat hebben we kunnen bereiken. Maar uw collega, uw kameraad, militant, delegé, die kan dat bijvoorbeeld wel heel goed met impact spreken, bijvoorbeeld. Laat die taak dan aan hem. En iedereen gaat zeggen van, amai, dat is hier een goede toelichting geweest. En je hebt alle twee, beide, een succeservaring meegemaakt en gaat er alle twee vooruit gaan. En de collega's gaan zoiets hebben van, wel, die van TABV Metaal, die zijn wel sterk bezig, ook wel. Dus heel belangrijk om mee te nemen. Natuurlijk kun je de vragen stellen van, ja, je sprak er in het begin over vergaderingen bijwonen, liefst zo assertief mogelijk, gesprekken gaan voeren met de collega's, actief luisteren. Wel, we hebben daar tips voor jullie bij. De eerste tips, 8 tips, gaan over hoe kan ik actief gaan luisteren indien dat ik in gesprekken ga
met mijn collega's. Ik wil van mijn collega's weten, zoals Tim en Kenneth al aan de haan gehaald, van wij willen de bron, de oorzaak weten van de problemen dat ze gaan aankaarten. Tip 1. Kijk naar de non-verbale signalen. Iedereen kent wel zo'n spreekwoord van een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En dat klopt natuurlijk ook wel. Je kunt een verhaal gaan halen, iemand die een probleem aankaart, die kan wel zeggen van, of wat jullie aan het ondernemen zijn, ik ben er niet echt mee eens, of ik vind dat jullie goed bezig zijn. Ik zal dat voorbeeld nemen, ik vind dat jullie wel goed bezig zijn, maar aan de mic, de gelaatsuitdrukking, zult je misschien wel eens kunnen zien van, hij zegt iets, maar hij bedoelt iets anders. En dat is wel belangrijk om te weten van, dat je goed moet ook kijken tijdens een gesprek van wat zeggen de gelaatsuitdrukkingen, de gezichtsuitdrukkingen van uw gesprekspartner. Dat is ook het verhaal tussen passief en actief luisteren. Passief wil zeggen van, ja, ik luister gewoon en ik doe er verder niks mee. Actief is gewoon luisteren van, ik wil hier meer te weten komen. Want uiteindelijk is dat wel het belangrijkste wat je wilt behalen. Je zit in de situatie nog altijd van, ik wil de problemen doorgronden. Ik wil heel veel informatie krijgen van de problemen van de werkvloer, de problemen van mijn collega's. Waarom? Dat gaat mij als delegé, als militant, in een heel sterke positie zetten. Want met dat verhaal wil je natuurlijk wel een stap naar de andere kant zetten, naar een gesprek met een leidinggevende, met een chef, of in een vergadering gaan waar directeurs en managers in zitten. Waar dat jij die problemen van die werkvloer, van die collega's, gaat aankaarten. Hoe meer informatie dat jij bij hebt voor te kunnen als het ware uitspelen, zoals met kaarten, troef spelen, hoe meer troeven dat je bij hebt, hoe sterker dat je je positie gaat maken aan die tafel. En je gaat ook wel merken dat je voelt van, oei, ik ben hier wel goed bezig, ik heb hier sterke argumenten, en het verweer tegen mijn sterke argumenten, ze hebben het daar moeilijk mee. Je gaat ook wel merken, je gaat ook wel veel comfortabel voelen. Dus, kennis is macht, zorg ervoor dat je ook de non-verbale signalen gebruikt om te weten van welke problemen worden hier aangekaart. Als je een gesprek gaat voeren, tip 2, zorg dat er zo weinig mogelijk afleiding is. Nu, dat is wel een beetje logisch natuurlijk. Ik probeer een reële situatie te nemen. Als iemand vraagt van, delegé, militant, ik zit met een persoonlijk probleem, kun je eens een keer langskomen, ik wil dat een keer uitleggen. Dan is het natuurlijk niet interessant als je dat doet, bijvoorbeeld als een werkpost, en er is heel veel lawaai in de buurt. De kans is heel groot dat je stukken gaat missen, dat je alles niet duidelijk gehoord hebt. Dus zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk afleiding is door de omgeving. Maar ook bijvoorbeeld, van als ik vroeger een heel belangrijk gesprek had, ik zet sowieso mijn gsm uit. Of ik laat dan mijn kameraden weten van, ik ga een uurtje naar een gesprek met iemand. Ik ben daarmee bezig, gelieve mij ook even niet te storen. Je moet dat ook kunnen plaatsen dan in je collega in zijn schoenen gaan staan. Je gaat ook wel aanvoelen van, dat is iemand die tijd voor mij neemt en mijn verhaal wilt weten. Wilt weten wat ik hier te vertellen heb. Heel belangrijk ding. Zorg ervoor. Een tip kan er bijvoorbeeld in zijn van, zeker die persoonlijke gesprekken, van zoek eens een moment dat iemand bijvoorbeeld eens tot u in een syndicaal bril kan komen, zodanig dat je in een rustige omgeving zit. Dan zult je ook wel merken dat gesprek zal helemaal anders zijn. Je gaat veel meer informatie meekrijgen die u kan helpen om het probleem te gaan aankaarten ook. Volgende tip is van, stel uw gesprekspartner op zijn gemak. Dat wil zeggen, iemand die zich comfortabel voelt in een gesprek, gaat automatisch meer vertellen. Meer vertellen van wat er nu juist de oorzaak van zijn probleem is. Zo het achterste van de tong weten of de kern weten van hoe komt dat nu feitelijk dat daar een onveilige werksituatie is? Wat denkt jij dat de oorzaak kan zijn? Of over iemand die bijvoorbeeld met financiële problemen zit. Ja, dat is nu echt zo'n typisch voorbeeld van iemand die financiële problemen heeft, gaat dat niet op de straatstenen smijten. Die zoekt een vertrouwenspersoon. En een vertrouwenspersoon kun je alleen maar zijn als je iemand bent die
de collega of uw gesprekspartner op zijn gemak kan stellen. Toont interesse, luistert aandachtig. Het is nooit gewoon maar bevestigend knikken van... Ja, dan toont je interesse en wilt je zijn verhaal kennen. Dat stelt uw gesprekspartner op zijn gemak. Als je veel informatie wilt weten, ja, dan lijkt het inderdaad ook wel logisch van... Dat onderbreekt je het verhaal ook niet. Als iemand iets begint aan te kaarten van... Ja, bij ons in de werkafdeling... dat is er onveilige werksituaties, de kabels liggen daar op de vloer, er is struikelgevaar en dergelijke en zo. Dan moet je al niet gaan beginnen met van, ja, maar dat heb ik al eens een keer gehoord, hè. Die problemen kennen we. Ja, dan weet je per definitie al van, dan gaat uw collega ook stoppen met zijn verhaal. Zeggen van, ja, oké, als hij het al weet, dan weet hij het niet, dan ga ik mijn verhaal niet meer verder vertellen. Nee, doe het tegenovergestelde. Moedigt iemand aan om zijn verhaal te vertellen. Stelt dus nooit zo'n vraag bij van... En hoe komt dat juist? En hoe lang is dat al bezig? Hoe lang is dat al onveilig? Waarom? Het kan misschien zijn dat je het verhaal kent, maar het kan ook wel zijn dat iemand nog extra informatie gaat geven over die situatie. Extra informatie wil zeggen van dat je nog meer kennis hebt over de situatie, meer kennis, meer macht om het probleem te gaan aankaarten. Dus je moedigt iemand aan voor zoveel mogelijk informatie te geven. Dan, in de vorige webinars is dat ook al een keer naar boven gekomen van dat tijdens vergaderingen iets onduidelijk is, moet je vragen stellen. Maar ook in gesprekken met je collega's, als er iets onduidelijk is voor u, stel vragen. Geef zeker geen signalen van, zo bevestigend knikken van, ja, ik heb het allemaal begrepen. En als je dat dan wilt gaan aankaarten, die problemen, en ze stellen dan vragen van, ja, wat bedoelt je nu juist over die situatie en waar is dat juist? Ja, ik weet het ook niet. Ja, dan gaat dat geen agendapunt worden binnen het overlegorgaan. Dus zorg ervoor, vraag goed duidelijk van over wat gaat dat hier nu juist, wat is de oorzaak ervan, waar zijn ze al mee bezig. Duidelijkheid geeft u meer informatie. De volgende tip, 6, die erbij aansluit is, maakt aantekeningen. Logica erin. Is gewoon van, stel, ik heb een gesprek van een half uur of een uur met iemand. Ik heb niet het grote hoofd van dat allemaal kan onthouden. En laat ons eerlijk zijn, wie heeft dat wel? Dus dat kan niet. Neemt notities, maakt aantekeningen erin. En een tip die ik dan mee ga geven is, ieder jaar delen jullie van die kleine agenda's uit met de datums in. Je kan eenvoudig op de datum zelf van, die dag ben ik bij die collega... heeft mij die problemen aangekaart en je noteert dat in je agenda. Waarom is dat interessant? Kun je nadien op terugkomen, want je hebt verwachtingen gecreëerd bij je collega van, voilà, de militant of de delegé is goed komen naar mij komen luisteren, die heeft mij een probleem meegenomen en die gaat ermee aan de slag. Dat weet jij van, ik heb dat ergens aangekaart, ik heb er al iets mee gedaan, heb je in je agenda staan van, oei, ik heb je altijd nog geen feedback kan geven. Een keer het verhaal gaan terugbrengen. Wat was de stand van zaken? Of het probleem raakt niet opgelost. Of er zijn wel oplossingen voor gevonden. Dan houd je dat goed bij voor jezelf. Plus, moest iemand naar mij komen en ik geef mijn verhaal mee. En ik merk wel van, die maakt er ook aantekeningen van. Dan heb ik meer vertrouwen in van, dat is een militant of een delegé die daarmee aan de slag gaat. Aantekeningen maken gaat u helpen om iets niet te vergeten. En dan... zeker op terug te komen, zodanig dat je een goede communicatie hebt. Voorlaatst, tip 7. Probeer eerst zonder oordeel te luisteren. Lijkt een evidentie, maar wordt zoveel misbruikt of is een valkuil voor heel veel mensen. En dat is het verhaal van... ik heb een verhaal... ik kan het voorbeeld van er juist nemen. Een collega zegt, binnen ons afdeling, onveilige situatie. En jij komt er al van, lezen. De zoveelste weer, die ermee komt klagen en komt zagen, dan ben ik een oordeel aan het vellen. Maar dan ga ik ook wel met een collega die een probleem wil aankaarten, afblokken. Dat noemt men echt afblokcommunicatie in communicatietermen. Dat wil je absoluut niet gaan doen. Of je gaat aan een gesprek met iemand, een collega... En je hebt er zelf al een oordeel over van, het is weer al dezelfde. En in de eerste plaats van de vragen van, kameraad,
wat is nu juist het probleem? Ik kom eens een keer luisteren, hé, wat wij voor u kunnen betekenen. Dat je zal beginnen het gesprek met van, allee, wat is deze keer uw probleem? Velt je een oordeel? Dan zou ik, moest ik de collega zeggen van, er is geen probleem, ik heb niks te vertellen, ik zal het misschien wel aan iemand anders gaan vertellen. Niet doen, geen oordeel, eerst luisteren. Laatste tip in dit verhaal van hoe kan ik beter actief gaan luisteren bij mijn collega's? Samenvatten. Weer, hè, dat is voor die vertrouwensband te creëren, zodanig dat mijn collega het gevoel heeft van oké, dat is iemand die hier is naar mij komen luisteren, heel aandachtig aan het luisteren, die de kern van het probleem willen weten, bijkomende vragen gesteld, iets dat niet duidelijk was, hè, nog altijd verduidelijking gaan zoeken. En afsluiten hoort daarmee onder. Afsluiten wil zeggen van, op het einde van het gesprek is nog kort samenvatten van, dus, als ik het goed begrepen heb, is dit en dit het probleem, en dat en zijn de oorzaken, en met daar en daar heb je gaan aankaarten, maar uw chef wil daar niks aan doen. Dat je die in een kort beknopte omschrijving nog een keer gaat samenvatten. Moest er nog iets zijn dat informatie nog niet 100% klopt, zal uw collega op dat moment dat wel bijsturen. Jij hebt heel veel correcte en heel veel informatie mee. En uw collega's zoiets hebben van, voilà, ik heb het volste vertrouwen in dat die militant of die delegé daarmee aan de slag gaat. Voilà, dat waren de 8 tips. Gooi ik naar jullie via de poll. We kijken weer naar het venstertje hiernaast. De 8 tips komen opgeleid samen. En jullie mogen daar maximaal 2 tips gaan aanduiden. De tips waar je van zegt van, ah wel, daar wil ik morgen mee aan de slag gaan. En ik zou zeggen van, probeer ze alle 8 zeker mee te nemen. De komende, pakt heel het voorjaar, hè, dat we jullie, als we jullie terugzien tijdens een basisvorming, dan komen we er zeker nog wel op terugkomen en verder mee werken. Maar nu zeker van, dat is 2 tips aan waar je zeker vanaf morgen mee aan de slag wilt gaan. En we gaan eens een keer kijken van wat jullie antwoorden tot hiertoe zijn. Geef mij het signaal. Ah, voilà. Hier komen al de eerste resultaten binnen. Trouwens, ik kan erbij vermelden. In de voormiddag zat ik mee in een chatroom. Kon ik ook wel de actieve deelname van jullie mee opvolgen. En ik kan jullie al meegeven. Jullie zijn met 105 deelnemers. En jullie respons, jullie actieve deelname, vragen stellen, deelnemen aan de polls is onwaarschijnlijk. Die ligt zelfs boven onze verwachtingen. En namens heel de vormingsdienst en alle techniekers hier aanwezig, moeten we zeggen van een grote dank u aan jullie al toegericht. Maar we komen terug naar de tips. Hè. Welke dat jullie in de top 2, we hebben een heel duidelijke top 2 zelfs, interesse tonen, dat jullie er wel zeker mee aan de slag willen gaan, en notities nemen. Nu, van die notities nemen, kan ik al aan toevoegen, dat is wel top. Hè. Dat is wel heel goed, omdat het ook wel een heel belangrijke is. Hè. Ik vermoed dat, ja, als ik me niet vergis, Sven heeft bijvoorbeeld al heel veel benadrukt hoe belangrijk notities nemen is. Hè. Het woord van, of de zin van de pen of de bik is het strijdwapen van de militanten en de delegé, klopt hier dan ook in, hè. Notitie nemen bijvoorbeeld gaan we jullie nog heel veel in de komende vormingen ook nog wel aanleren van op welke manier kan ik sneller notitie nemen, niet alleen tijdens een vergadering, maar ook bijvoorbeeld als je informatie probeert te bekomen en notities neemt als je in gesprekken gaat met je collega's. Is een hele, hele belangrijke. Neem je geen notities, automatisch ga je dingen vergeten. Dat is heel menselijk, maar je kunt dat ook uitsluiten door leren goede notities te nemen. Voilà. En de andere zien we ook wel. Afleiding, niet met een oordeel werken, onduidelijk vragen stellen. Voilà, maar duidelijk signaal van jullie. Jullie willen met de eerste 2 aan de slag gaan. Zeker en vast doen. Sprongenske van de rechterbokaal naar de linkerbokaal. En neemt die 2 tips dan voor uzelf wel mee. Voilà. Dan gaan we over naar van actief luisteren met de collega's naar assertief deelnemen tijdens vergaderingen. Wat kan ik jullie daarin meegeven? We hebben er hier 5 tips in klaarstaan.
lijkt weinig, is ook weinig, hè, want het zal veel meer natuurlijk wel dan 5 tips inhouden. Maar het zijn wel 5 tips waar je dan de komende weken en maanden mee aan de slag kunt gaan. En assertief deelnemen, dat gaat hier niet alleen over assertief deelnemen tijdens de ondernemingsraad of het comité preventie en welzijn, maar ook een militante vergadering. In een militante vergadering kun je ook zeggen, van, ik doe een deelname, ik zal er aanwezig zijn, maar passief, ik kan mij achteruit zetten. Of je gaat assertief, actief deelnemen aan die militante vergadering. Een heel ander resultaat gaat dat wel teweeg brengen. Oké, tip 1 erin. Assertief deelnemen aan een vergadering. Wees voorbereid. En besluit vooraf, denk goed na van, wat gaat mijn inbreng zijn? Waarom is dat zo belangrijk? Als je al nadenkt vooraf van, wat gaat mijn inbreng zijn, dan activeer je zelf al. Dan ga je zelf al opleggen van, ik moet zien dat ik iets actief, dat ik iets mee een inbreng ga hebben. Dat ik er niet passief kan zitten in die vergadering. Nee, ik moet daar iets doen. Gaat dat over OR of comité? Nee. Mensen hebben je verantwoordelijkheid gegeven, hebben je verwachtingen gecreëerd bij u en willen dat jij actief gaat deelnemen. Dus we gaan er ook wel iets mee doen. Hè. We gaan dat vertrouwen niet beschamen, we gaan ons eigen voorbereiden. Voorbereiden wil zeggen van, oké, ik heb de informatie, ik heb heel veel kennis vergaard over een probleem, ik heb goede notities genomen, ik ga me eens voorbereiden van, wat wil ik hier nu juist gaan aankaarten? Wat zijn mijn argumenten erin? En op welke manier ga ik dat aankaarten? Zodanig dat dat zeker en vast een agendapunt wordt. Heel belangrijk. Goede voorbereiding. Luister aandachtig en kritisch. Je hoeft niet, als je denkt van, oh man, ik heb hier een agendapunt, een heel sterk agendapunt, een punt dat we zeker moet aangepakt worden. En je kunt niet wachten. Hè. Je gaat de vergadering binnen en vanaf dat de voorzitter of een hoofdtelegeer zei van, we openen een vergadering of we beginnen aan de vergadering, dat je direct als een briesende zot zal zeggen van, ja, en dit is in orde. En dat hoeft soms wel niet. Je kunt beter eerst een rustige houding aannemen en eerst aandachtig luisteren. Want het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er al een agendapunt is voor die vergadering. Luister dan eens eerst aandachtig. Waarom? Dan ga je ook de mening weten van anderen die daar aanwezig in zijn. Het is heel interessant en gelukkig voor je eigen terug een verrijking zijn dat je een keer ook eens luistert van, was het de mening van anderen? Was het standpunt van anderen over de agendapunt waar jij in die vergadering wel het een en ander over te zetten? Waar jij je eigen goed hebt voorbereid? Natuurlijk, luisteren wil niet alleen zeggen van, ik moet hier zwijgen. Nee, je moet ook wel kritisch luisteren. Dat wil zeggen, vanaf dat je iemand hoort die daar leugens of onwaarheden aan het zeggen is, of niet de juiste context of de juiste situatie kan creëren, dan moet je inpikken. Want dan kun jij je standpunt uitspelen van, nee, je bent blijkbaar niet helemaal op de hoogte van de situatie. Want de situatie is, en dan ben je vertrokken. Dan geef je ook wel direct aan de anderen in die vergadering wel het signaal van dat jij de kennis en de macht hebt over die bepaalde situatie. Dat jij juist weet over wat gaat dat hier nu feitelijk, hoe lang is het al bezig, en je gaat concrete feiten aanhalen. Een superbelangrijke, hè? Soms aandachtig luisteren, eerst eens horen wat de anderen erover vertellen. Vanaf dat je iets hoort dat niet klopt, daarop inpikken. Kritisch zijn en erop duiden. En je gaat dat van jezelf daar ook wel voelen van dat je daaraan sterk in staat. Dat je voelt van, oei, ik weet hier iets meer dan een ander. En dan gaat die lef en je durf gaat ook wel beter zitten. Spreek. Ja, het lijkt wel vanzelfsprekend. Hè, van, ja, ik ben wel militant of delegé. Dat wordt er wel van mij verwacht, hè, dat ik wel eens een keer iets ga zeggen. Ga spreken. Hè. Tuurlijk dan. Maar de manier waarop. Veel denken die van, ik heb een agendapunt. En dat gebeurt ook zo. Hè. Je zit op hete kolen om je agendapunt te brengen. Je hebt heel goed voorbereid. Je hebt heel informatie erover. En oké. Is er nog iemand die een probleem, een agendapunt heeft? En je hebt zoiets van, alle registers opentrekken. Eindelijk, hè, na een half uur vergadering, ik mag hier iets zeggen. En je gaat er als een briesende zot door. En je gaat heel snel je agendapunt willen afwerken. Dat moet je zeker en vast niet doen. Spreek, maar zorg ervoor, als je een moment hebt,
dat de anderen aan het luisteren zijn, dat ze ook gehoord hebben, dat ze weten wat dat je wilt aankorten. Je moet niet er heel snel door hebben. Neemt u een tijd en zorgt dat je je standpunt duidelijk kunt maken. Uw standpunten duidelijk maken, wat helpt er soms in? Door soms luider te gaan spreken, alleen nog maar bijvoorbeeld, of meer uw lichaamstaal te gaan gebruiken, voor op te wijzen wat voor u belangrijke punten in dat verhaal te zijn. Spreek, maar op de juiste manier. Dat dialect. Vanaf na wil ik dat hier niet meer horen. Vanaf na wil ik dat hier op het bureau alleen nog AN wordt geklapt. Claire? Ja, dat is een dialect dat alle Antwerpenaren wel vrij goed kennen. Misschien die van de andere provincies waren misschien niet helemaal weet wat er gezegd is, maar dit gaat niet over het Antwerps dialect, maar wel uw spreektaal. Iedereen herinnert zich nog wel het moment dat je de allereerste keer of een van de eerste keren uw nieuwjaarsbrief moest gaan oplezen. En dan wordt er wel van u verwacht dat je in mooi de Nederlandse taal gaat spreken. Maar natuurlijk, als je in een mooi Nederlandse taal gaat spreken, zit uw focus meer op het mooi Nederlands spreken dan hetgeen wat je te vertellen hebt. Niet waar? Dus, wat is onze tip? Gebruik uw eigen spreektaal, maar overdrijf natuurlijk niet. Het is niet de bedoeling van dat je uw plat West-Vlaams of plat Limburgs of plat Antwerps gaat bovenhalen. Want dat kan ook wel zijn dat sommigen die aan de overkant van de tafel zitten, u niet helemaal duidelijk hebben verstaan. Dus gebruik wel uw spreektaal die je gewoon bent, maar overdrijf er ook niet. Waarom? Gaat het u helpen? Je zit daar meer in vertrouwd en uw focus gaat niet liggen van ik moet zien dat ik wel op de juiste manier en op de juiste, propere manier verteld heb. Want ik moet wel AN praten. Hou het simpel voor uzelf, maak het ook niet moeilijker. Het is al heel moeilijk om daarmee in zo'n vergadering te gaan zitten tegenover iemand die hogere studies, die universiteit gedaan heeft, die nog vergaderingsopleidingen heeft gekregen, die een loon heeft die 3 maal hoger is, die daar in een kostuum en een cravat zit. Heeft allemaal impact, hè? Dat is heel begrijpbaar. Is al moeilijk, dus maak het voor jezelf nog niet moeilijker en gebruik je gewone spreektaal. Lichaamstaal, hè? Kwam er juist al aan bod. En ik maak er ook heel veel gebruik van. Mijn collega's zitten gewoon, die kunnen niet stilstaan in zo'n beeld. Dat gaat over uw lichaamstaal. Waarom? Uw lichaamstaal gaat u hetgeen de inhoud wat gaan vertellen zijn, heel veel versterken. Met uw lichaamstaal kunt je het wel laten merken van enerzijds van oei, deze delegé meent het hier wel. Kunt je enorm veel kracht gaan bijzetten. Gebruik dat ook wel. Als het uw menens is, als een extreem onveilige situaties en gaat in het comité aankaarten, gebruikt uw lichaamstaal. Ik zeg niet dat je de tafel in 2 moet kloppen, maar laat wel merken van, voilà, in die richting moeten we naartoe gaan, gebruik dat dan ook wel. Je gaat een impact creëren op degene die naar u aan het luisteren of wat je verwacht van het verhaal, waar ze aan het luisteren zijn. Aan de andere zijde van, als uw lichaamstaal zo is en je hebt alleen interesse op de koffie en het koekje dat er op die tafel staat, dan ja, moest ik uw manager zijn, dan zou ik ook een signaal krijgen van het is hier een moment om een paar dingen door te drukken die voor mij interessant zijn. Hè, die mijn belangen gaan verdedigen. En dat willen we niet. Hè. We willen ons standpunten, onze agendapunten in de vergadering krijgen. Ja, en dan de laatste is stel een vraag. Hè. Daar hebben we er straks al over gehad. Is iets onduidelijk, stelt vragen. Ik weet het, hè. Dat is soms niet evident, want een vraag stellen, zeker in een OR of in een comitévergadering, dat is je open zetten, dat is je een stukje blootstellen, want dat wil zeggen van, ik heb iets niet begrepen. Maar ik kan u meegeven, je gaat niet de eerste zijn die een vraag gaat stellen, omdat het niet begrepen heeft, en dan merken van, oei, ik was hier blijkbaar niet de enige, er waren hier nog die het niet begrepen hebben, maar die vraag niet durven ze stellen. Stel die vraag. Ook om de eenvoudige reden van, we gaan terug naar de situatie, collega's kaarten problemen aan, hebben de verwachting van u van dat jij dat in de OR of in het comité gaat aankaarten. Als jij geen vragen stelt en het is allemaal niet duidelijk voor u en er zijn geen oplossingen gekomen, jij stapt de vergadering buiten, uw collega ziet u, wat gaat hij doen, denkt je? Ah, hier zit een adrie. En, wat hebben ze gezegd?
Ja, ze hebben veel gezegd, maar ik heb het allemaal niet goed begrepen. Geen goede situatie willen we absoluut vermijden. Is er iets onduidelijk? Stelt vragen. Je kunt geen vraag te veel stellen. En legt iemand iets op een verkeerde manier uit, legt iemand iets veel te moeilijk uit, dan is dat niet uw fout. Dan is dat de fout voor degene die het aan het uitleggen is. Straks heb je gehoord tijdens een ondernemingsraad bijvoorbeeld, een bedrijfsrevisor, dat is trouwens is nog duidelijk beschreven. Preventieadviseur ook, hè. Het is niet een taak van een preventieadviseur en een bedrijfsrevisor om de dingen moeilijk uit te leggen. Nee, het is juist een taak om de dingen begrijpelijk uit te leggen. Het is zijn taak om te zorgen van dat iedereen in de vergadering begrepen heeft wat dat er is aangekaart. Meenemen, hè. Stel een vraag, durven. Dat moet je echt durven doen. Ik ging al een stapje te ver. Ik kom nog even terug op Tim en Kenneth. Tijdens het interview met Tim en Kenneth hebben we aan hen ook gevraagd van... we gaan webinars doen. Heel veel nieuwe militanten gaan dit volgen. Heb je soms nog ook een tip? Heb je nog een boodschap naar hen, naar die nieuwe militanten, die nieuwe delegees, specifiek naar hen toe? En we gaan samen luisteren. Als je start als delegé, dan heb je de indruk of het gevoel dat je heel snel alles moet kunnen. Want de mensen die blijven vragen stellen aan je, waar je soms een antwoord hebt, soms niet. Maar je hebt het gevoel dat je heel snel een delegé moet zijn. En daarvoor zijn er verschillende zaken die je kunt doen. Dat gaat veel van jezelf ook vergen. Het zelf opzoeken, zelf met de zaken bezig zijn. Luisteren naar de mensen, actief op de werkvloer bezig zijn. Maar je staat er ook niet alleen voor. De vorming die gaat ook zeer actief inzetten op bijkomende vormingen, op het volledig vormingstraject. Dat heeft mij persoonlijk enorm geholpen om te groeien als delegé. Bijkomend ook nooit schrikken om hulp te vragen. Aan uw collega's of zelfs aan de mensen die je leert kennen in de vorming. Want die hebben een andere visie, die zitten in een ander bedrijf, die hebben de zaken misschien op een andere manier aangepakt. En dat is een enorme verrijking binnenin uw werk als delegé op uw bedrijf. Ja, de vorming heeft mij eigenlijk gemaakt tot wat ik op vandaag ben. Ik ben eigenlijk het product van de vorming van ABV Metaal. Ik ben dus ook gestart als, bij de jongeren als nieuweling. En ik heb ook het volledige traject doorlopen en dat heeft mij enorm veel gesteund gedurende het volledige proces tot op wie ik eigenlijk vandaag ben. En ik ben er nog altijd super trots op. Ja, een heel mooie en belangrijke boodschap van Tim en Kenneth. Hè. Maar ook zelfs met vorming te volgen, zal je altijd wel in de situatie zitten van dat zal zijn met vallen en opstaan. Mij heeft ook dit beeld erbij genomen. Hè. Je moet erin geloven, je zal het wel kunnen, yes you can. En wij gaan ermee voor zorgen dat je een rood helmje krijgt. Hè. Een rood helmje waar je gerust mag van zijn van, ah wel... Daar is de kaas. De kaas zit achter een klemmetje, maar geen schrik. Wij zeggen ervoor, zeggen dat in de situatie van ga voor die kaas. Durf er maar. Ga er maar voor.